Hey, welkom bij Barbecue met Busters. Ik ben Marcel. En ik ben Dennis. Er worden een hoop dingen beweerd in barbecueland en wij zoeken uit wat nu waar en niet waar is. En vandaag onderzoeken we of je sappen in je vlees blijven als je het eerst dichtschroeit. Vandaag weer een nieuwe aflevering van de Barbecue met Busters. Onze filmpjes waarin we kijken wat er waar is en wat er niet waar is in barbecueland. En vandaag gaan we kijken naar, blijven de sappen in je vlees als je het dichtschroeit? Er zijn er een hoop mensen die hebben dat voor ons gedaan. Heston Blumenthal heeft bijvoorbeeld zijn vlees gewogen en gekeken naar het eindgewicht. Maar wij denken dat er gewoon een veel makkelijker manier is. En die gaan we nu laten zien. Nou, om de steek een heel mooi korstje te geven, kunnen we hem op het rooster leggen. Maar ja, dan heb je al die speeltjes erin zitten. Dat is niet de bedoeling. Daarom doe ik het vandaag op een bakplaat. Een gietijzeren bakplaat. Ik gebruik mijn Cruzette bakplaatje. Dan kunnen we in één keer een hele mooie korst erop zetten. En dan kunnen we daarna kijken wat er gebeurt als je hem omdraait en de andere kant gaat grillen. De steak die ik vandaag gebruik is een hele mooie entrecote van onze vrienden van Beef & Steak. We hebben altijd hele lekkere dingen en deze is 225 gram, perfect om zo'n experimentje mee uit te voeren. Entrecote is gekruid met slechts peper en zout, dus nu kan de bakplaat is warm, dus nu kan die erop. Nou, dus laten we een minuut of 2-3 liggen totdat er een mooi korstje op zit. En dan draaien we hem om. Nou, dus hebben we dus een heel mooi korstje op onze entrecote zitten. En als er op een gegeven ogenblik vocht aan de bovenkant naar boven komt, dan bewijst het dus dat het korstje dus helemaal niks uithaalt in het sappig houden van je vlees. Nou, zoals je kunt zien begint hij langzaam vochtig te worden op de bovenkant. Dat betekent dus dat het korstje helemaal niks doet. Het vocht kan er gewoon uit. Met Bastet zou ik zeggen. Ja, we kunnen wel stellen dat deze mythe toch wel ontkracht is inderdaad. Je ziet duidelijk hier een poeletje beginnen te komen. Dus nee, dit is hem niet. Wat het wel is een hele lekkere entrecote die wij nu lekker opgemeten. Dat zeker. Nou, meet even met de thermapen hoe ver die is. Hij is er bijna. Nou, zoals je hieruit kunt zien, je hebt gewoon dingen in de structuur van het vlees zitten die open zijn. Dus dat hele verhaal van we schroeien hem dicht. Ja, dat is leuk ooit door chroma verzonnen of zo, maar het is gewoon bullshit voor de rest. Zo, dat was een lekkere steak. Ja, die was echt heel erg lekker. En zoals je kon zien, door dat korstje, daar komt gewoon vocht naar buiten. Dus dichtschroeien is onzin. Dus als je dus in je steek wilt prikken om te temperaturen, dat kan gewoon. Ja, het is geen ballon. Het is niet als je er één gaatje in prikt dat hij helemaal leeg loopt. Dat is ook zo'n fabel die heel vaak verteld wordt. Dus als je een keer in je steek wilt prikken, gewoon lekker doen. Niks aan de hand. Nee. Dus wat dat betreft kunnen we zeggen dat dit fabeltje ontkracht is. Ja. En dicht schroeien, niks van waar. Nee. Wat je wel doet, is een Maillard-reactie teweeg brengen. En je gaat dus een hele complexe chemische reactie starten. Suikers en andere dingen in je vlees die beginnen te garen en die geven dat bruine korstje en dat geeft extra smaak. Dat is wat je wil, maar dichtschroeien, onzin. Nee. Dit was dan weer de tweede aflevering van Barbecue Mythbusters, een serie die je kunt volgen op twee YouTube kanalen. En dat zijn namelijk Noskos Barbecue en Noskew Barbecue. Volg je een van deze kanalen nog niet, ga dat dan zeker doen, want dan zie je ook de volgende weer. Deze was bij Noskew Barbecue, de volgende is weer bij mij. Dus vergeet niet te abonneren en druk dan ook gelijk op dat belletje naast die abonneerknop, want dan krijg je een berichtje van YouTube als een van ons een nieuw Mythbusters filmpje online gooit. En dan ben jij er als eerste bij. En denk je nou van ja, die gasten die praten gewoon onzin, dan horen we dat graag in een reactie hieronder. Zijn we dol op en dan horen we ook graag de tegenargumenten waarom jij denkt dat het anders is. Want alleen zeggen ja of nee, daar trappen we niet in natuurlijk. Nee, laten we eens een lekkere discussie starten, dat is altijd wel leuk. Ja, daar zijn we dol op. Dus volg ons, liken. Marcel heeft het al gezegd en dat was hem dan eigenlijk denk ik wel weer voor deze keer. Tot de volgende. Ja, bij mij op Noskos Barbecue.